Goedemorgen. Hoe is de nacht geweest? Ja, ik ben nog steeds in het ritme van veel te vroeg wakker worden. Vandaag dacht ik dat ik uitgeslapen had, maar de tijd was al versprongen. Dus ik was volgens mij eigenlijk nog steeds weer na 5 uur wakker. Dus dat kan beter. Heb je heel lang gefeest tot 1:00 vannacht? Nee man, het was gisteravond koud, het was nat. En we waren blij dat we naar huis konden en dat we hier gezellig met z'n vieren op de bank een biertje konden drinken. Ja, want als een verzopen kat kwam je binnen volgens mij om 12:00. Ja, nee, het was gisteren echt koud en nat. We zijn nog heel lang blijven hangen in de Dutch Base in de hoop dat het droog zou worden. Nou, dat werd het niet, dus toen maar op de fiets op pad. Ja. Programma voor vandaag, Michiel Bergen? Voor vandaag? Dat is een goede vraag eigenlijk. Ik ga denk ik zo meteen even kijken naar iets van NASA User Experience gedoetje. En er zijn ook weer een paar dingen over drones. Dus daar ga ik ook weer even naar kijken. Want je bent helemaal in de drones? Ik vind het wel leuk. Ja, ik zie er wel wat in. Ik heb heel lang heb ik interessant gevonden om dingen vanuit de lucht te kunnen bekijken en doen. En zien wat daar voor nieuwe mogelijkheden zijn. Ja. Maar dan kom je hier wel aan je trekken. Want ik zag heel veel drone programma onderdelen, toch? Ja, gisteren ging het over drones in sport. En wat je daar allemaal mee kan doen. En dat is ook, ze zeggen zelf, the sky is the limit. Vaak ook vooral omdat je, daar zijn ze goed in. Omdat je niet te maken hebt met wegen en met gebouwen en dat soort dingen. Maar je bent met een sport afgesloten iets bezig. Dus. Ik zie daar achter jou een hele gezellige huiselijke keuken. Ja. Is dat fijn, Michiel Buitelaar, om in zo'n huis te zitten? Moest kijken waar huiselijk hij nu is. Ja, ik heb een zeer huiselijk bestaan. Nou, het is hier heel aangenaam. Afgezien van die oude mannen die als verzopen katten komen binnenzeilen 's avonds. Ja, maar jij ook? Ja, het was gruwelijk koud. Het was verschrikkelijk. Maar, ik kan je vertellen dat het nu 5 graden is buiten. Ja, toen ik vanochtend vroeg de verwarming aanzette, toen protesteerde er toch iemand. Ja, dat was ik. Ik maakte een ventilator boven mijn hoofd. Ja. Je maakt me gewoon wakker om 6:00 ochtends. Ja, ik werd wakker van de koffielucht die Blom verspreidde. Die zat hier als een mumie achter de tafel. Maar dat verspreidde een zeer sterke koffielucht waar ik aangenaam wakker van werd. Okay. Op jouw programma vandaag? Het begint met iets met smart apps. Over apps die actief dingen veranderen. Dus bijvoorbeeld je boeking van een vliegtuig als het vliegtuig niet op tijd komt. Dat soort dingen. En ik zit ook nog even te kijken naar de post-human brain. En dat is natuurlijk een mooie ambitie. Er zijn een paar erg aardige dingen. Ik vind het uitvogelen van het programma vind ik echt een moeilijk gedoe. Het irriteert me af en toe, het is bewerkelijk. En het gaat onderweg ook nog wel eens mis. Maar dat zegt meer over het irriteert over de mij ook mateloos, maar dat hadden jullie vanochtend al gemerkt. Ik wil nu straks om 11:00 heb ik al 6 dingen waar ik gewoon per se heen wil. En om 9:30 nu is het dus niks. Nee. Ja, het geeft je serieus het gevoel dat je permanent heel veel mist. En dat is strikt genomen ook waar. Ik heb laatst iets zitten turven en toen kwam ik op ruim 30 dingen in parallel. Dan laten we ervan uitgaan dat de helft shit is. En dan de rest van wat er resteert, de helft eigenlijk niet zo interessant is. Dan mis je dus toch permanent 6 of 7 hele interessante dingen. Die ook niet zo snel terugkeren. Die ga je niet morgenochtend ergens anders zien. Of volgende maand. Dus lastig. En Stekel, vraag aan jou. Nee, nog een vraag aan jou. Tot nu toe. Wat was het leukste of het meest... laten we even bij gisteren houden. Wat was leuk gisteren? Nou ja, kijk, ik ben voor een belangrijk gedeelte met uitzendingen bezig. Ik vond gisteren dat we een hele leuke uitzendingen hadden, namelijk omdat het over het ging over onderwijs en het ging over het Rijksmuseum. Het ging over Kennisnet en het Rijksmuseum. En juist het leuke van Zuid-West vind ik, als mensen hier naartoe komen, om te kijken wat die andere werelden voor die van hun kunnen betekenen. En een verhaaltje wat Kennisnet vertelde was, Wietse van Brugge had zelf een presentatie gedaan op Zuid-West Educatie vorige week, over een Ardusat, een soort open source satelliet die de lucht in is geschoten en waar ze op scholen met kinderen zelf aan het programmeren gegaan zijn en die binnenkort mogen gaan experimenten gaan uitvoeren met en rond die satelliet. Dat vond ik een ontzettend leuk voorbeeld met als doel, of nou niet eens als doel, het doel is het experiment uitvoeren en daardoor moeten ze dingen gaan leren die met bijvoorbeeld natuurkunde te maken hebben. Maar het is wel een beetje zo, wij gaan Zuidwesten op om dingen op te halen en jij blijft rustig daar in die bar zitten wachten tot mensen jou de verhalen komen vertellen. Dat is een beetje de taakverdeling. Nou, ik zit daar eigenlijk onrustig, zou ik eerder zeggen. Want het idee is, en ik hoop dat het vandaag beter gaat. Het idee is dat ik steeds 's ochtends 2:00 en 's middags 2:00 naar het conventiecentrum ga. Dat is tot nu toe nauwelijks gelukt. Gisteren heb ik alleen Assange gezien. En dat was utterly boring. Okay.
Wat één ding die jou, wat jou is opgevallen gisteren? Ik heb een betoog bijgewoond van de baas van AutoCAD. En dat ging over robotics. Dat vond ik, het was niet heel nieuw, maar het was wel een hele goede overview van wat daar gebeurt en wat sommige mensen daarvan denken. Dat vond ik heel goed. Dat houdt mij ook bezig. Dat komt nogal, haakt nogal aan op die boeken van Brynjolfsson. Over de onstuitbare opmars van allerhande robots en over wat dat zou kunnen gaan doen voor menselijke arbeid. En wat het misschien gaat doen voor de verdeling van welvaart. Ingewikkeld en zeer boeiend thema.